De allesplat protestactie was zonder calamiteiten in de binnenstad van Paramaribo. Activisten organiseerden deze actie om wederom een signaal aan de regering te geven over de financiële situatie in ons land. De rode draad was vooral gefocust op het prijsbeleid, waaronder de stijgende koers, de benzineprijzen en stijgende winkelprijzen en de wijziging van de kiesregeling. BEP-volksvertegenwoordiger Rodney Asabina is niet te spreken over de maatregelen van de regering die vooral financieel nadelig zijn voor het land. Het zou het streven van elke regering moeten zijn om een financieel beter beleid te creëren dat geriefelijk is voor elke burger, meent Asabina. Een president tak in een herstelplan, een regering, Santoki Brunswick, tak in een herstelplan voeding. Telek no noas man osabi sana resultaat voor herstelplan. Want een herstelplan verloopt bij tot eind december 2020. De man tak de uitvoeringscapaciteit is alarmerend laag. Dus daaraan moet er gewerkt worden. Ook toen in een jaar geleden voor president Takasandati. En IMF tijdens mijn taak zei dat de IMF nog beoordeelt. IMF dan meer geen kans, want je uitvoeringscapaciteit is zodanig zwak dat Nono is niet beoordeeld, maar Abi Farah steker poeru. Dus je krijgt nog de ruimte van mij, zodat je die beoordeling van juni kan halen. Maar telk nog, we zien nog ontwikkeling in die vorm dat die regering tak aan minister ja is zwak poeru. Maar geen getrouw, een van de trekkers van de protestactie, diende een conceptwet geconcipieerd door ex-voorzitter van het onafhankelijk kiesbureau Jennifer van Dijk-Silos in bij de leiding van de Nationale Assemblée. In vertegenwoordiging van vicevoorzitter Deo Sharam nam voorzitter Marinus B. het concept in ontvangst. De conceptwet betreft de aanpassing van de kiesregeling met een ultimatum van een week. B gaf aan dat er de komende week door DNA een academische week wordt gehouden waarbij de wijziging van de kiesregeling zal worden behandeld.